We gaan de voorstelling Elektra maken. We hebben iets uitgezoomd, dus we gaan iets ruimer de delen voorafgaand aan het Elektra-deel uit de Oresteia en een andersoortige afwikkeling maken wij. Omdat we het interessant vonden om het verhaal iets meer te duiden of de systemen van de bloedwraak en van de familiebanden iets meer te duiden op die manier. Wat niet wil zeggen dat wij de Oresteia brengen, want de voorstelling heet nog altijd Elektra en Elektra is ook nog altijd ons hoofdpersonage. Het is meer dat je een soort mindfuck krijgt van wat er in dat hoofd van die Elektra gebeurt en eigenlijk ook in alle andere personages hun hoofd. Om te kunnen begrijpen wat de drijfveren zijn van bepaalde handelingen of acties die mensen in het dagelijkse leven verrichten. Het zal niet het zware Griekse tragedie-repertoire stuk zijn, want het is in de eerste plaats bewerkt door Bernard de Wulf. Dus hij heeft een bewerking gemaakt in samenspraak met ons. Hè, het leuke van de levende schrijver dat we elke dag opnieuw een nieuwe versie kunnen bedenken en uitproberen. En we hebben eigenlijk ook acteurs hebben zelf geschreven. We hebben eigenlijk ook materiaal van nu, of tenminste van de 21ste en 20ste eeuw, als tekstmateriaal herwerkt. En daar zijn we mee aan het knippen, plakken en aan het monteren. En dan moet zij inderdaad nog kruipen over de vloer. Ze moet niet sterven, dat sterven is niet goed. Ze moet in de rond kruipen op de vloer, helemaal kapot. Moet dat laatste tekstje komen. Ja. En ze moeten aan het sterven zijn. Wat er voor ons ook zeer interessant aan is, dat is eigenlijk dat Euripides jaren na datum eigenlijk aan het verhaal van Aeschylus een deel heeft toegevoegd. Namelijk dat Helena, die de aanleiding zou geweest zijn voor de hele 10 jaar durende Trojaanse oorlog, zij zou dan gekaapt zijn door Paris of vrijwillig meegaan zijn met Paris naar Troje en dan moesten die Grieken erachteraan enzovoort en zo is die de oorlog ontsproten. Euripides heeft daar een vertaalslag voor gemaakt en eigenlijk beweert hij, of heeft hij een deel toegevoegd, dat de goden een schim naar Troje hebben gestuurd en dat de werkelijke Helena, de fysieke Helena, eigenlijk door de koning van Egypte gestolen was van Paris en al die tijd van de Trojaanse oorlog in Egypte zat. Waardoor die hele Trojaanse oorlog eigenlijk gebaseerd is of vertrokken is vanuit een illusie en gebaseerd is op een fantoombeeld van die Helena. Dat zou vervolgens in Troje geweten zijn, maar de koning van Troje, Priamos, die vond het interessant om die oorlog te voeren en heeft er heel doelbewust voor gekozen om dat fantoom, om die illusie, dat verzinsel eigenlijk in stand te kunnen houden. In de Oresteia zelf eigenlijk wordt de Trojaanse oorlog niet beschreven, dus je krijgt eigenlijk een hele grote tijdsprong van als Agamemnon zijn oudste dochter offert om wind in de zeilen van de schepen te krijgen. En dan krijgen we eigenlijk de hele Trojaanse oorlog krijgen we niet te zien, of daar is eigenlijk niets over geschreven binnen die Oresteia. We zijn meteen 10 jaar daarna. En ik vind wat er in de actualiteit op dit moment aan de hand is, vond ik het wel belangrijk om juist wel bij die 10 jaar oorlog stil te staan. En na te denken over wat dat doet, die lengte van zo'n oorlog. Het is denk ik ook proberen zoeken naar een vorm of een taal om met iets wat juist meer dan 2000 jaar geleden geschreven is, eigenlijk nog heel erg iets over nu te vertellen. Want het is best heftig om te constateren dat er eigenlijk wezenlijk niet zoveel veranderd is in al die tijd. Ik ben trots op wie ik ben. Mijn verleden geeft mij kracht. Wat ik wel heel erg hard poog te doen of aan het uitzoeken ben, ook met de acteurs samen, is om zowel Aeschylus als Sophocles en Euripides hebben natuurlijk al die verhalen op een hele mannelijke, patriarchale manier geschreven en gestructureerd. En we willen daar nu wel echt toch gewoon een vrouwelijke wind tegenover plaatsen. En dan is het maar de vraag van, als dit materiaal door voor een groot stuk vrouwen aangepakt wordt, loopt het dan anders af?